Yo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag een van mijn favoriete vlogs van het jaar. We gaan terugkijken naar de sterkste man van Nederland 2023 en hoe ik het er vanaf heb gebracht. We gaan dus even kijken naar de voorbereiding. Hoe is de wedstrijd gegaan? Wat vond ik er zelf van? En hoe nu verder natuurlijk. Natuurlijk komen er ook meer wedstrijden aan. Daar gaan we het ook even over hebben. Blijf vooral kijken tot het einde van de video. Ik heb een hele vette giveaway dat ik samen met een sponsor mag doen. Voor de strongman en strongwoman onder ons is dat wel een leuk dingetje om te hebben. Dus blijf vooral kijken. De voorbereiding begon heel anders dan de afgelopen jaren. Omdat ik op een donderdagavond werd gebeld door de organisatie van de Strongman Champions League. Of ik interesse had om mee te doen met SCL Holland. En natuurlijk zeg je daar geen nee tegen. Dat was al een mooi hoogtepuntje weer van het jaar erbij. Dus daar ben ik ook voor gaan trainen. Gelukkig waren de onderdelen voor het NK en SCL lagen niet heel verschillend. Zoals de truckpool, de yoke, de stones en de farmers. Die waren allemaal hetzelfde vergeleken met het NK. Mijn voorbereiding hoefde niet te veel te verschuiven. En natuurlijk wisten we de onderdelen voor sterkste man van Nederland. Die wisten we nog niet, want die krijg je al dat 3 weken voor de wedstrijd. Dus eigenlijk na SCL Holland krijg je die pas. Maar dat was wel een prettige bijkomstigheid, om het zo te zeggen. Dus begin juni had ik SCL Holland erbij. Hele vette ervaring. Moest tegen goede namen zoals Ivar Smoke Steelers, Rongo Keane, Kane Francis, Mika Turo. Dus de hele Big Mac. Dus was heel vet om mee te maken. Smoke Steelers hebben we ons allemaal op ons plek gezet die dag. Want hij heeft voor mij niet lager gescoord dan 3e op 1 onderdeel. Voor de rest 4 keer gewonnen. 1 keer 2e, 1 keer 3e. Dus er kwam niemand bij in de buurt. Respect ook natuurlijk voor Kelvin. Gewoon weer een hele solide prestatie. 2e plek. En ik was de verrassing van de dag. Ik was 3e. Rongo Keane en Kane Francis wist ik achter me te houden op de Stones. Een hele mooie dag, vette ervaring, ook al flink warm en een goede warming-up voor de sterkste man van Nederland. Die week daarna ben ik dus op reis geweest naar Hongarije. Ik heb meegedaan met de PSL, de Premium Strongman League in Budapest. Was bij het Puskas Arena. Ook een hele vette ervaring, echt een bloedhitte daar zo. Op natuurlijk een parkeerplaats vol in de zon. We hadden daar 5 onderdelen. Het eerste onderdeel had ik een beetje verkloot. Dus daarna was eigenlijk weer mijn grote comeback show aan de gang. Uiteindelijk wist ik nog 3e te worden. Heel mooi weekend gehad. Samen met Peti Juhas uit Hongarije. En even stond ik dus op het podium. En daarna kon ik dus eigenlijk de voorbereiding beginnen voor Sterkste Man van Nederland. We hadden de onderdelen hadden we gekregen na SCL. Heel verrassend dat we een deadlift ladder erin hadden. Super vet. Weer iets anders. De eerste keer dat ik meedeed hadden we een car deadlift. Een hele hoge met een busje erop. Daarna een 18 inch deadlift. Een soort van silver dollar deadlift. En nu in één keer een deadlift ladder. Dus ja, heel origineel. Vet onderdeel. Ook echt wel even iets nieuws. En de Max Boom zat erbij. Dus het waren eigenlijk de 6 onderdelen in totaal. De 4 die we eigenlijk bij de SCL al hadden en dus die 2 erbij. Mijn voorbereiding zat dus eigenlijk tussen SCL, de wedstrijd in Hongarije en nog een weekje daarna zo heb ik nog kunnen trainen ervoor. Ik heb met de jongens van de Iron Office hebben we de deadlift ladder hebben we wel even uitgeprobeerd. Ook in een half suit, hoe strep je dan? Ik ben er wat bekender geworden weer met de houten boom staan. We hebben natuurlijk een mooie aankoop gedaan bij de Iron Office. We hebben natuurlijk bubbels tegenwoordig, 110 kilo zwaar, mooie eikenboomstam. Dus daar heb ik nog even mee getraind. En daar was er eigenlijk niet meer zo veel te doen dan eigenlijk in vorm blijven. Een beetje op je piek te blijven zitten, flink eten, want ik wist dat de Sterkste Man van Nederland was best wel een statisch zware wedstrijd. Alles was gewoon zwaar, het was niet veel geren, dus ik heb nog een paar kilo erbij proberen te bulken. Een beetje dirty bulk natuurlijk. En toen was het eigenlijk bijna zover. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Hoe is mijn Sterkste Man van Nederland 2023 gegaan? Het eerste onderdeel wat we moesten doen bij de Sterkste Man van Nederland was een truckpool. Het was een grote, of mijn zandwagen was het, 15 à 16 ton. Was met touw en met harnas, ik denk een metertje of 20 in totaal. Ik trok een loodje, ik was als 10e volgens mij, dus dat was best gunstig van de 12 man. Dus ik heb er wel een beetje kunnen afkijken. Al heb je er zelf nooit zoveel aan, want eenmaal als een truckpool begint, je hebt echt geen besef van tijd. Ik heb truckpools gehad die heel slecht gingen, waarvan ik dacht, man, dat is echt een minuut en dat was 30 seconden. En ik heb ook truckpools gedacht van, dit is dikke winst en ik stond er gewoon 10 seconden achter. Dus dat maakt ook niet uit. Derde ging in ieder geval wel al Kelvin, dus die was al vrij snel. Dus we wisten eigenlijk wel een beetje wat de benchmark was van, nou, dit is al een hele goede tijd, dus dan weet je een beetje hè, waar je ongeveer moest zitten. Dus de truckpool, mijn start begon wat minder. Ik had toch altijd een beetje een probleem met de start, ik weet nooit helemaal hoe ik mijn heupen moet inzetten. Maar eenmaal aan de gang ging het eigenlijk best wel lekker. Ik probeerde iets grotere stappen te zetten. Dat heb ik Kelvin ook een beetje zien doen eigenlijk, gewoon wat horten en stoten om die vrachtwagen van zijn plek af te krijgen. En eigenlijk mijn techniek bleef lekker, ik kon nog redelijk laag blijven, alleen aan het einde ging ik een beetje omhoog. Ik had met Brian gezegd doorgaan tot het einde, dus dat deden we ook. Pas als de fruit ging was het klaar. Toen was het al gelijk spannend, want we wisten natuurlijk wat de eerste tijd was. Nou ja, niemand had aan de tijd van Kelvin eruit te komen. En we zaten op dit moment af te wachten wat Wout de Jong zei en die zei al van dat is een slechte start. Ik dacht, kut, dan gaan we al, weet je wel, dat wordt maar 5e of 6e plek. Maar toen zei hij, 2e tijd. En toen moesten er nog 2 man komen, dus ik wist sowieso dat ik top 4 zou zijn in het onderdeel. Dus dat is wel een goed begin.
En ik zat uit 3 seconden achter Kelvin de Ruiter. Dus en dan voor, ja, 3 keer wereldkampioen, truckpool. En 3 seconden erachter vind ik best prima. Daar ben ik wel blij mee. Uiteindelijk bij de truckpool, Kelvin de Ruiter had een 26-7. Dus supersnel. Natuurlijk wisten we al van tevoren dat hij het onderdeel ging winnen. Dus dat is niet heel gek. Ik kwam uiteindelijk over de streep op een 29-08. Dus een lage 29. En Kevin de Jong kwam op een 29-6. Dus die zat er een klein stukje achter. Dus dat was de top 3 van het eerste onderdeel. Dus het tweede onderdeel was de joke run. Een beetje haat-liefde verhouding met deze. Het is natuurlijk wel een hele moeilijke joke. Zoals we vorig jaar ook hebben kunnen zien, het blijft wat lager ding. Ik heb er niet heel veel mee kunnen oefenen. Alleen bij SCL heb ik een run mee gedaan. Daar was ik heel tevreden over. Voelde heel soepel. Toen dacht ik eigenlijk wel een beetje dat ik het onder de knie had. En dat ik niet 8 weken ervoor hoef te preppen. Want dat was normaal een beetje het geval. 8 of 9 weken dat ik ermee bezig was om er een beetje gewend aan te raken. En het gewicht en de rare manier van mee lopen. Zoals ik zei, SCL liep juist lekker en hier begon het eigenlijk al gelijk, ja, slecht. Want bij de warming-up, je tilt hem op, het schoot gelijk in mijn knie. Ik kreeg hem heel slecht uitgetild. Ik werd een beetje duizelig en ja, natuurlijk, het is een aantal verschillende omstandigheden hoe dat kan. Het was natuurlijk ook gewoon, ja, fucking warm die dag. Tijdje pauze genomen, even een beetje mijn knie uitgelopen, want het is al die rechte knie, die gaat altijd echt bij zo'n gewicht wel een beetje tegenstribbelen. Vervolgens nog een keer uitgetild, een paar meter mee gelopen en toen dacht ik wel van, nou, dat zit wel redelijk goed. Maar ja, ik moest dus zeggen dat de nummer 1 op dat moment, en dat was natuurlijk Kelvin de Ruiter. En ik wist dat als ik bij moest blijven met Kelvin de Ruiter, dat mijn start spot on moest zijn. Dus ik moest eigenlijk gewoon gelijk van het begin af gaan knallen. Dus ik heb daar een klein beetje, ja, moest eigenlijk wel. Ik heb daar wel risico genomen. En dat werd, ja, dat ging niet van harte, dus daar gaan we nu even naar kijken. Dus zoals jullie kunnen zien, ik stond eronder. Kelvin ook, en Kelvin was hartstikke snel met die start. En ik wou ook snel starten en gelijk lopen, en dat ging dus gelijk fout. Dus ik had daarna eigenlijk al gelijk een inhaalrace. Alleen, ja, het werd nooit een inhaalrace, want ik kreeg de snelheid er niet in. En zoals je op het filmpje als ik in Kelvin zou pleiten. Die stond er bijna bij de finish. Die had het ook in een tijd van 17 seconden. Dus ik kom hier zo aan op de streep. De laatste 5 meter werden steeds vermoeider en vermoeider. En zoals je hier kan zien, hier krijg je de oranje streep. En ik zet hem net ervoor achter neer. Dus ik mocht hem nog een keertje optillen. En dat kostte me uiteindelijk weer een secondetje of 3, 4 of zoiets. Dus zwaar ontevreden met het onderdeel. Ja, soms loopt het even niet. Het is een heel moeilijk onderdeel om goed onder controle te krijgen. Dus dit was mijn slechtste onderdeel van de dag. Hier werd ik de 6e op. Natuurlijk, ja, de start heb ik een paar seconden verkloot. En op het einde heb ik weer een paar seconden verkloot. Dus nou, misschien heb ik 1, misschien 2 punten meer gehaald. Als ik het gewoon in 1 keer goed had gedaan. Maar het was niet de run die ik bij SCL had. Want dat was tegen Rongo Keen. Patsboom, de start ging, ik tilde hem uit, Rongo nam een beetje een voorsprong en ik kon er langzaam naartoe werken en ik ging ook gewoon harder en harder. En hier zo voelde ik eigenlijk bij het begin dat mijn snelheid er was, het werd niet beter en het werd alleen maar minder. Dus ja, dat was jammer, maar ik heb wel het risico genomen bij de start, want ik weet, hey, als je eerste wil worden bij de Sterkste Man van Nederland, en dat moet je natuurlijk tegen Kelvin de Ruiter doen, dan moet die start gewoon snel zijn. Dus ik kwam uiteindelijk met de scores uit voor de joke. Kelvin had een 17,7, dus ja, weer mega snel. Wat was het? 20, 25 meter misschien. Best wel knap. Ik wil het niet eens rennen. Vervolgens kwam hij uit bij George. George Soleiman, die had een 21,28. Ook een hele snelle tijd. En Kevin de Jong was de 3e plek. 23,16. Dus ik ben uiteindelijk geëindigd op de 7e plek. 32,40. Ik heb even gebaald naar dat onderdeel, even voor mezelf geweest. En daarna dacht ik van, we gaan er weer tegenaan, want we kregen de deadlift. En ik weet, dat is een moeilijk onderdeel voor mij. Dan moet ik mijn kop erbij houden. Oké, ik kwam uit bij het 3e onderdeel. Dat waren bijna halverwege. Dat was de deadlift ladder. 280, 300, 320, 340 en 360 kilo. Alleen maar een half suit, geen full suit, geen eetstraps, maar alleen maar de normale straps. Dus ja, dat mocht je gebruiken. Het ging eigenlijk om dat je zo snel mogelijk alle 5 stangen omhoog tilde. Natuurlijk was 360 kilo aan het einde wel aardig veel. Ik voelde me wel sterk genoeg daarvoor, want mijn deadlift in training al wel mega goed. Al een keertje 5x320 gewoon rauw getrokken zonder suit. Ik wist eigenlijk niet helemaal hoe ik hierin ging. Ik had eigenlijk wel gehoopt op de 340, maar we gaan nu even kijken hoe het is gegaan. Dus we kwamen bij de eerste stangen aan, dat was 280 kilo. Ja, best wel makkelijk gewicht. Het enige wat met de deadlift ladder is, het duurt altijd wel een beetje lang tot je eenmaal aangestrept bent. Dus, en ik gebruikte gewoon de normale straps. Ik had ook geen mix grip in het begin. Ik wou gewoon eigenlijk alles gestrept hebben. Dus Berit Veenenberg was de scheidsrechter op, was redelijk streng, je moest echt goed staan. Je zag bij sommige jongens die wel te snel weer neerleggen, die gingen naar beneden, moesten weer snel omhoog te gaan. Dat was wel grappig om te zien. Nou, hier komen bij de 300 kilo uit, dat is ook nog steeds makkelijk. Het enige wat ik hier zo heb gedaan is dat de matjes zijn redelijk klein en ik rol hem altijd naar me toe. Dan hebben Brian en ik hebben eigenlijk een beetje de fout gemaakt dat we de stangen niet naar voren hebben geschoven. Dus de afstand was alleen wat kleiner, maar nee, dat is een foutje, dat doe je nooit meer.
Hier hadden we dus de 320. Die ging nog redelijk makkelijk, maar was wel een stuk van me af. Ik had een beetje problemen de afgelopen weken met hem bij mijn schenen houden. En die ging ik al vrij snel, was nou, denk 40 seconden, ging naar de 340 toe. En ik voelde me sterk zat ervoor, alleen eenmaal omhoog. Ik had geen snelheid en ja, het was even zonde. Ik voelde gewoon de energie gewoon in één keer eigenlijk pleiten zijn. Niet echt een hele, niet echt een groot idee of zo waarom het nou niet ging. Want ik had echt verwacht dat hij zou gaan. Dan zie je een tweede beurt, maar de energie is er al aardig uit. En dus dat was wel een beetje zonde. Het voelde een beetje als de deadlift van vorig jaar in Almere. Want daar had ik ook eigenlijk wel wat meer verwacht. En uiteindelijk eindigde er ook gewoon slecht in de punten mee. Dus dat was mijn één na slechtste onderdeel van de dag. Ik haalde hierop een vijfde plek. Daar heb ik eigenlijk wel een beetje mazzel mee gehad. Want ik was voor mij de snelste met 3.20. Dus ik heb aardig snel gedaan over de eerste drie. Uiteindelijk waren er dus toch vier man die eroverheen zijn gekomen. Want Kevin de Jong op 3.40. Johan 3.40 en Kelvin had 3.40. En George echt heel super knap. 360 kilo, goed gevecht mee gehad. Dat is uiteindelijk voor de top 3 geworden. Dus ja, vijfde plek. Toch weer voor mij 7, 8 punten ongeveer. Ik zat er nog wel redelijk goed bij. Alleen ik wist alleen wel dat de overwinning die dag, dat ging wel steeds verder weg. Vooral met Kelvin die de eerste twee onderdelen won. Vervolgens voor mij werd hij hier zo vierde of derde. Die was al aardig weer op ramkoers naar de titel. Dus komen we uit bij het vierde onderdeel, de Farmers Walk. Nou, dat is natuurlijk altijd gewoon een heerlijk onderdeel. Ik hou van Farmers Walk, ik hou van grip. Onderdelen dus, kom maar op. Bij SCL liep hij al super lekker. Ik had toen daar Kelvin echt op een paar honderdste maar verslagen. Maar toch, het liep hartstikke lekker daar. Zo voor mij werd ik vierde of derde bij de Farmers Walk bij SCL. Dus ik had hier ook wel vertrouwen in dat het goed zou gaan. De afstand was alleen wel een stuk langer. En dat begon ik dus ook wel te merken, vooral op de terugweg. Het is toch wel gewoon flink tempo wat je loopt met 135 kilo per hand. Daar gaan we nu even naar kijken. Ik mocht tegen Guus Palmen, dus superleuk. Goede maat van me. De start was makkelijk. Het gewicht voelde niet zo heel indrukwekkend. Ik had hem ook mooi recht, mooi uitgelijnd. We moesten zorgen dat hij helemaal over de lijn kwam. Nou, ik nam het risico naar de joke, nam ik niet meer dat ik hem niet over de lijn zou krijgen. Ook stond daar zo Fokko wel met het hart te fluiten, dus dat was goed. En Brian stond erbij. Ja, hier was ik alweer op de terugweg, dus ging gewoon een supergoede run. Het einde was alleen een beetje vermoeiend. Ook het einde moest helemaal over de lijn heen komen en pas boom. Dus, supermooi onderdeel. Het was het allereerste onderdeel wat ik ooit heb gewonnen op het NK. Na 3 NK's heb ik dus een onderdeel te pakken. En super vet. Dus hier zit nog even te kijken naar Guus. Ja, die had een stukje zwaarder mee. Dus, en dat hoort ook wel een beetje bij de sterkste mansport. Je moet elkaar altijd wel een beetje gaan aanmoedigen. En vooral als de ene het wel zwaarder hebt. Dus dat was de Farmers. Dus wat ik zeg, super tevreden mee. Mooie eerste plek. Maar natuurlijk, Kelvin zat er weer recht achter. Op een seconde. Ik had 30 seconden. Kelvin had 31 seconden. En George was op de derde plek. En die 32 seconden. Dus vet onderdeel. Mogen ze voor mij wel ook jaren in doen. Het vijfde onderdeel was dus de Max Log. Een hele mooie houten boomstam. Ja, super vet ding om mee te pressen. Het was alleen wel het vijfde onderdeel. En je merkte wel al bij iedereen een beetje de fut eruit was. Want het was de hele dag gewoon moeilijk hard boven de 30 graden. Een eerste of tweede onderdeel Max. Had iedereen er wat harder in of zo. Zit iedereen wat meer hyped in die tent. En nu zag je iedereen wel een beetje zo zitten van ja, weet je wel. Gewoon bijna. Blij dat het klaar is, want het was gewoon echt heel erg zwaar. Ook bij het opwarmen van de log, je had één plekje met schaduw. Ik rende elke keer weer naar de plekje toe met schaduw. Samen met Brian om even uit de zon te staan. En toen zag ik dat er een bepaald gewicht op ging bij het opwarmen. Nou, weer terugrennen, reps om. En weer gaan. Dus het was wel bijzonder om mee te maken als vijfde onderdeel. We begonnen, en dan heb ik het over wij, George, Kelvin en ik. Die begonnen al op 150. En Angela was natuurlijk de enige die op 155 begon. Het ding was, je mocht niet echt magnesium op je shirt doen, want ze wouden erachter sponsors vrij houden. Wat natuurlijk goed is voor de tv. Wat een beetje moeilijk was bij dat onderdeel was dat shirt wat we aan hadden was een soort van textuur wat je ook bij een voetbalshirt ziet. Dus redelijk glad. En de houten boom zat er wel twee streepjes met tape omheen, maar het was wel moeilijk om te cleanen. Dus eenmaal gecleaned was je ook gewoon wel een hap energie kwijt om te pressen. De press was niet heel moeilijk met deze boom. Maar we hebben allemaal, dus wij weer, Kelvin, George en ik, hebben allemaal de 150 gedaan. Zijn toen naar de 160 toe gegaan. Angelo ging naar 165. En Kevin, de jongen, zat erachter op 155. Dus dat was de tweede beurt. Dus we gaan nu even kijken naar mijn tweede beurt. Dat is 160 kilo. Best wel wat zenuwen erop. Want ja, je komt toch al in één keer bij het vijfde onderdeel op 160 kilo uit. Maar deze ging uiteindelijk makkelijker dan mijn vorige beurt. Dus dat is super lekker. Dus uiteindelijk kwam ik bij de laatste beurt uit. We zaten allemaal een beetje te kijken van wie gaat wat doen. Omdat ik het vorige onderdeel had gewonnen, mocht ik dus elke keer als laatste mijn kilo's invullen bij Wout. Dus dat was wel fijn. Dus we waren eigenlijk een beetje in afwachting wat George en Kelvin gingen doen. Die 160 van hen was al ietsjes moeilijker. Dus we hadden niet gedacht dat ze 170 gingen doen. En uiteindelijk gingen ze dat ook niet doen. We gingen dat eigenlijk ook gewoon maar op 165. Want we vonden de stap naar 170 eigenlijk gewoon wel een groot risico. En als hun 165 deden en ik 170 niet,
dan zakte ik weer terug eigenlijk onder hun. Dus we eigenlijk speelden het een beetje op safe, want we wisten waar we stonden op dat moment. En we dachten van, dan kunnen we misschien op de stenen wel gaan afmaken om gewoon echt op het podium te komen. Ik had wel super veel vertrouwen in 165, vooral hoe die 160 ging. En ja, 165, maar een hele hype werd ook weer ingezet, want George en Kelvin hadden me alle twee niet gedrukt. En vervolgens was ik dus aan de beurt, nou, muziek ging waard, Wout, die engelde weer het publiek op, iedereen ging op de banken, dus dat was heel vet. Alleen op dat moment die log, die lag helemaal aan de voorkant van die matten die je op de grond ziet liggen. Ik dacht eigenlijk van ja, met de zon in je gezicht en alles en zo, ik wou het risico niet nemen dat ik misschien een stap moest zetten en dan over die matten heen stap. Dus eigenlijk moest die log gewoon weer mooi in het midden gelegd worden. Dus ik heb toen eigenlijk gelijk gezegd van even niet, even terug en dan weer opnieuw. Maar ja, dan merk je wel een beetje dat de hype vanaf is of zo, weet je. Dus dat niet dat het een excuus is, maar je merkt altijd wel een beetje van ah, je wordt, het wordt wel even neergezet voor je. Dus ja, we gaan nu even kijken naar de 165, waar het uiteindelijk op misging. Oké, dus hier zien we de 165. De clean was iets onstabieler, maar ik had hem uiteindelijk wel moest een klein hupje door mijn hond te doen. En wat er dus gebeurde, ik druk hem gewoon veel te ver van me uit. Dus een beetje weinig explosiviteit en hij ging eigenlijk gewoon te veel naar voren toe. Dus dat was super zonde. Ik heb daarna nog één keer geprobeerd om hem te cleanen en te pressen, maar ik kreeg hem op het bordes, om het zo te zeggen. En nou, er zat gewoon weinig energie meer in. Dus dat was heel jammer, want ik had eigenlijk in mijn hoofd van tevoren hem al 100 keer gedrukt. En dat moment dat hij dan moet gaan, dat had hij niet. Dus uiteindelijk eindigde hij dus een gedeelde tweede plek met George en met Kelvin, die ook alle twee dus op de 160 bleven steken, net zoals ik. Angelo won het onderdeel met 165 in zijn tweede beurt. Hij heeft nog 175 geprobeerd, maar zoals we al zeiden, de log cleanen was heel moeilijk en Angelo kreeg hem voor mij ook niet gecleaned toen. Gewoon omdat het veel te glad was. Uiteindelijk heeft hij wel het onderdeel gewonnen in de tweede beurt. Dus supergoed. Oké, dus uiteindelijk kwamen we bij het laatste onderdeel uit, de Atlasstenen. We hoefden dit jaar niet mee te lopen zoals we in Almere wel moesten. Maar het was natuurlijk wel weer op hoogte. De eerste was 110 en de laatste was 180. Dus mooie run. De stand op dat moment was, Kelvin stond voor mij 6 punten los uiteindelijk. Dus die hoefde er een paar te leggen en had hij de titel alweer binnen. Dus super knap. Ik stond 1 punt achter George Rijman op de derde plek. En George stond als tweede. Dus dat kon ook nog wel flink spannend worden. Wat er uiteindelijk gebeurde was dus Max, Kevin de Jong en Wim. Die hebben allemaal wel de 170 gelegd. En daarna was het dus mijn beurt. En dus we gaan even kijken hoe ik het vanaf heb gebracht. Oké, dus een beetje traditie geworden sinds vorig jaar. Elke keer als ik nu opkom met de stenen, dan wordt Duhast van Ramstein ingezet door Wout. Dus dat is super vet. Lekker sfeertje zat er weer achter. Ik had er ook echt wel zin in, want ik vind het wel leuk om stenen te doen met NK. En ik wist eigenlijk gewoon, ze moeten er allemaal op. Wil ik nog kans maken voor die tweede plek? Want ik weet, George is ook gewoon goed in stenen. Nou, die eerste ging eigenlijk vrij makkelijk. Veel makkelijker dan vorig jaar, toen ik er nog 3 keer op mijn kop terugkreeg. Tweede was 120 kilo, ook super soepel. En daarna ga je gelijk naar 150. Dus ja, allemaal tot nu toe geen probleem. En het voelde een beetje als dezelfde als de run van SCL. Want hier bij de 170 kreeg ik wel een klein beetje wat meer problemen om op te pakken. Even herpakt en toen was het uiteindelijk ook wel vrij makkelijk. De hoogte was nog wel een klein dingetje, dus ik kreeg hem net wel goed eroverheen. Het was niet te spannend. Het zag er spannender uit dan het was. Nou, dan kwam hij dus bij de laatste uit. Ik wist dat hij gewoon op moest. Wil ik kans maken op die tweede plek. En deze voelde makkelijker dan die 170. Dus ik heb een klein stapje vooruit gezet. Weten dat ik gewoon goed sta. En deze, heel makkelijk. Dus nee, het was een hele mooie run. Zeer trots op. Een beetje hetzelfde als we het bij SCL hebben neergezet. Dus natuurlijk weer mijn plaat. Dus nu was het afwachten wat George zou doen op de stenen. Dus uiteindelijk wist George bij tot 150 kilo te komen. Die had een beetje een hapering bij de 150 de eerste keer dat hij probeerde. En heeft hem bij de tweede wel gelegd. Voor mij was 170, was de tank een beetje leeg. Dus uiteindelijk wist ik op de tweede plek te komen. Kelvin natuurlijk weer superieur op de stenen. Ik moet nog harder werken om maar eerst te worden op de stenen. Want dat is natuurlijk wel, dat is wel een beetje het doel. Ja, dus er waren 3 jongens die op 170 zijn geëindigd. En daarachter zat dus George. Dus uiteindelijk heb ik hem daar op de stenen nog weten in te halen. Oké, dus hier hebben we de prijsuitreiking. Uiteindelijk ben ik dus tweede geworden op 59 punten. Kelvin is weer voor de 4e keer achter elkaar sterkste man van Nederland geworden. Met 66 punten. En ik wist George 3 punten voor te blijven. Die op 56 punten is gekomen. Maar nog steeds super veel respect. George heeft afgelopen baanen veel dingen meegemaakt. Dus ja, dat hij dan weer bij zijn comeback niet lang heeft kunnen trainen. En gewoon gelijk weer derde wordt. Super knap. En natuurlijk ook veel respect voor Kelvin de Ruiten. 4 keer achter elkaar sterkste man van Nederland worden. Gewoon super consistent in elk onderdeel wat hij doet. Maakt ook gewoon geen fouten. Gewoon fucking vervelend. Geen 1 fout weer gemaakt de hele dag. Dus het was een mooie dag en eindelijk vet dat ik op het podium terecht ben gekomen. Dus elk jaar gaat het nog steeds beter. We begonnen met de 6e plek in Kampen, 4e in Almere en nu 2e in Winschoten. Dus mooie dag, mooie ervaring. Dus ook respect voor Joel. Joel die had de handen op het einde, was niet normaal. Die heeft zijn hele klauwen open gehaald bij de farmers. De hele dag heeft hij met alleen maar tape om zijn vingers heen gelopen. En uiteindelijk wist hij daar nog voor mij nog een 150 steen mee te leggen. Dus super veel respect voor. Dus dat was de podiumceremonie.
Dus, uiteindelijk ben ik geëindigd op de tweede plek. Dus volgend jaar gewoon maar proberen om daar een eentje van te maken. Maar voor nu ben ik echt super tevreden hiermee. Ik ben hartstikke trots op hoe het gegaan is. Dus ja, daar blij mee. Dus dat is uiteindelijk hoe mijn sterkste man van Nederland 2023 is gegaan. Het was een hele mooie dag. Natuurlijk weer vol met emotie. Je weet dat je maar één keer de kans krijgt in een jaar om die titel binnen te halen. Dus ja, daar zat dan een hoop spanning op. En de hitte die dachten, die op ook echt niet mee. Uiteindelijk heb ik echt denk 10 liter water gedronken. En ja, was niet tegenaan te zuipen op een gegeven moment. Echt een warme dag, maar superleuk. Ik wil sowieso even iedereen bedanken die de lange rit naar Winschoten heeft gemaakt. Natuurlijk weer het Groene Leger was weer aanwezig, dus supermooi. Brian Vreugdeel en Robert Steffens voor het coachen die dag. Alle twee heel fanatiek. Steffens met het timen, Brian met het schreeuwen en het klaarmaken voor het volgende onderdeel. Kijken wat de rest doet. Dus ja, echt twee topgozers om bij me te hebben. En natuurlijk volgend jaar zeker weer. De consequenties voor deze tweede plek. Nou, dat is gewoon dat ik volgend jaar weer mee mag doen met de sterkste man van Nederland. Dus ik ben al geplaatst voor de finale van 2024. Dus dat wordt sowieso super vet weer. En dan gaan we natuurlijk gewoon voor het hoogste haalbare. En ik doe volgend jaar weer mee met de Strongman Champions League. Dus want zoals het nu lijkt, elk jaar top 3 mag gewoon meedoen met de Strongman Champions League Holland. Dus volgend jaar ben ik er weer bij. Dus super mooi. Natuurlijk wil ik al mijn sponsors weer bedanken. Ik ben super blij dat jullie me weer hebben gesupport dit jaar. En natuurlijk zijn we nog niet klaar. En natuurlijk de mensen die op GoFundMe hebben gedoneerd. Daar ben ik echt super blij mee. Jullie support is echt fantastisch. De verhalen die ik er ook bij krijg van waarom heb je gedoneerd zijn ook altijd echt gewoon super motiverend. En ja, daar kan ik niks anders dan dankjewel voor zeggen. Bedankt voor het kijken van deze video en vergeet niet te liken. Oh, we hadden nog een giveaway, hè? Oh ja, ja. Ja, dat klopt. Natuurlijk hadden we nog een vette giveaway, maar wat gaan we weggeven? In samenwerking met Biocontrol Fettini gaan wij 1 hooggooizak weggeven. En hoe kunnen de kijkers dat winnen? Like en reageer op deze video. De winnaar wordt binnen een paar weken bekendgemaakt op Instagram. Dus vergeet niet daar op te volgen. Linkje staat onderin in de beschrijving. Dus als jij wil kans maken op die mooie hooggooizak, ja. Like en reageer. Tot de volgende keer.